Dat fans ver kunnen gaan in hun adoratie voor een idool is niet nieuw, maar soms kan dit tot sinistere praktijken leiden. Daar weet Thomas Berge inmiddels alles van. Als zanger is Thomas Berge deels afhankelijk van zijn populariteit bij zijn fans, maar die kunnen hen zo nu en dan het leven ook behoorlijk zuur maken of dat van zijn familie. Zo wisten Thomas' ouders niet wat ze overkwam toen ze plotseling werden geconfronteerd met een nieuwe, maar hem volslagen onbekende schoondochter. Dat is wel een van de vreemdste dingen die ik heb meegemaakt in mijn carrière, vertelt Thomas aan Story. Op een gegeven moment belde een meisje aan bij mijn ouders. Ze vertelde dat ze mijn nieuwe vriendin was en dat ze speciaal was gekomen om haar schoonouders te ontmoeten. Ze had zelfs een bosje bloemen voor mijn moeder meegenomen. Mijn vader begon meteen te lachen en zei, als hij een nieuwe vriendin had gehad, dan hadden wij het wel geweten, geloof mij maar. Daarna heeft hij haar gevraagd naar huis te gaan. Een vreemd voorval, maar in elk geval nog redelijk onschuldig van aard. Veel vervelender werd dat toen een fan erin slaagde om Thomas' identiteit te hacken. Dat was behoorlijk eng om mee te maken, vervolgt Thomas. Een geobsedeerde fan had destijds identiteitsfraude bij mij gepleegd. Wat diegene deed, was uit mijn naam allerlei afspraken met mensen maken om dan vervolgens niet op te komen dagen. Dat werd mij natuurlijk aangerekend. Ik heb aangifte gedaan. De politie heeft diegene naar het politiebureau in Oldenzaal gehaald. Ze hebben een stevig gesprek gevoerd en een waarschuwing uitgedeeld. Daarna hield het op, maar tot op de dag van vandaag vraag ik me af wat iemand met zoiets wil bereiken.